Meer dan 200 honden namen zaterdag 2 oktober een duik in het zwembad van de Vrije Slag in Bennekom tijdens de traditionele hondenplons. Deze hondenplons is de afsluiting van het zwemseizoen en werd ook dit jaar gehouden voor een goed doel. Dierenambulance Gelderse Vallei. Vandaag de jaarlijkse hondenplons van de Vrije Slag. We zijn vanaf 6 februari is het zwembad open geweest dit jaar. Het langste seizoen ooit in haar 53-jarig bestaan. En we sluiten af, traditioneel nu voor het 5e keer, met de traditionele hondenplons. En dan geven we alle hondeneigenaren de gelegenheid om met hun hond eens een keer in het zwembad te gaan komen. Moeten jullie nou nog voor zo'n hondenplons speciale maatregelen nemen? De gebruikelijke maatregelen, zoals gezegd, vanmorgen hebben we de metingen gedaan tot het water de kwaliteit goed is, aan de waardes voldoet, aan hygiëne, want dat moet ook, want er zitten ook, zoals je ziet, een aantal baasjes in het water en het water moet in alle vereisten voldoen. Doen jullie dit bewust aan het einde van het seizoen? Ja, er komen allemaal haren enzovoort in het water. Ja, er komen haren in het water. We maken nu gebruik van het recreatiebad, zoals dat heet. En het peuterbad, die gaan leeg. Op het moment als alle chloorwaardes weg zijn, dan wordt het bad leeggehaald. En wordt alles schoongemaakt. Gaan we koten voor het volgend jaar. En volgend jaar dan beginnen we weer met een frisse start. Waarom zijn jullie hier vandaag? Wij zijn hier vandaag omdat wij een inzamelactie hebben gestart. En wij zamelen op dit moment geld in voor nieuwe hokjes voor vogels die wij tijdelijk opvangen. Want de vogels die wij ophalen met de dierenambulance, die kunnen pas later naar de vogelopvang in Naarden. Dus zodoende vangen wij ze eerst tijdelijk op en we willen daar eigenlijk wat nieuwe hokjes voor. Ook zijn we geld in aan het zamelen voor een nieuwe vriezer voor de overleden dieren. En tot 4 oktober verdubbelt Dierenlot, die verdubbelt al onze donaties. Dus vandaar dat we nu heel actief aan het inzamelen zijn. En dat is toch mooi dat je dit geld kan inzamelen met deze hondenplons onder andere. Ja, zeker. Dus dat, we zijn heel blij dat we hier mogen staan vandaag. Jullie doen dit voor het goede doel? De opbrengst gaat deels naar het goede doel. We zijn een zwembad, we moeten het van zwemmen hebben. Het was niet het allerbeste seizoen. Maar als je, ja, je moet ook wat voor het goede doel en de organisaties over hebben. En we vonden dit wel een leuk idee. Is zwemmen goed voor honden? Ja, zwemmen is zeker goed voor honden. Honden vinden het ook echt wel leuk om te doen. En het is ook wel goed dat ze die beweging krijgen. Want zwemmen is ook daarnaast heel goed omdat ze daardoor niet heel zwaar belast worden door hun gewicht. Want door het water wordt het gewicht eigenlijk wat lichter, maar kunnen ze wel heel goed bewegen. Dus dat is wel goed voor ze. Dierenambulance is erg belangrijk. Zeker, zeker. Want die mensen die zijn bij nacht en ontij staan die klaar om beesten op te halen. Kost allemaal geld, allemaal vrijwilligerswerk. Dus daar steunen we van harte voor zover wij dat, voor zover wij dat kunnen. Zijn jullie ook vandaag hier een klein beetje preventief mocht wat misgaan? Ja, zeker. Dus mocht er een ongelukje gebeuren met een nageltje wat scheurt of zo, dan staan we daar ook voor vandaag. We zijn met onze oppashond hier lekker aan het zwemmen. Die oppashond, heeft hij het naar zijn zin? Ja, maar ze durft niet helemaal los van de grond. Dus ja, balletjes zoeken is leuker. Maar niet zo zwemmen dus? Nee, ze is niet zo'n zwemmer. Ze vindt het tot haar buik leuk. Maar ze heeft wel heel veel plezier. Dus de hond veel plezier zien hebben is wel heel erg leuk. Wat doet u hier vandaag? We zijn hier om met de hond even te komen zwemmen. Heeft de hond het naar zijn zin? Ja, ontzettend. Altijd. Elk jaar weer eigenlijk. Waarom vindt de hond het zo leuk? Onze hond houdt van zwemmen. We hebben een Labrador kruising. En ja, Labradors zijn gek op water. En nu is het ook mooi makkelijk. Alle honden bij elkaar. Houdt het ook leuk. Dus dat is ontzettend tof. Is het ook goed dat het voor een goed doel is vandaag? Ja, dat zeker. Dat altijd. Het is en super tof voor de honden en je haalt er meteen geld mee op. Hoe geweldig is dat? Wat doe je hier vandaag? Nou, ik ben met mijn hondje in de hondenplons uitproberen. Ik heb mijn hondje nog geen jaar, dus het is de eerste keer. Dat is deze, Gijsje. En Gijsje is een beetje bang, want hij kan er niet zelf uitklimmen. Dus ik moet hem een beetje het water in begeleiden af en toe ook. En hij wordt ook geduwd door een andere hond.
laatst met ook al een keer. Maar dan moet je hem uit het water tillen. Kijk, daar schijf je. En zelf ook maar een duik nemen, of niet? Nou ja, het is niet een beetje koud water. Is het goed dat het voor een goed doel wordt georganiseerd vandaag? Ja, hartstikke leuk. Ja, joh, dit soort dingen is gewoon leuk. En omdat het mooi weer is, ben ik hier ook in badpak, hoor. Maar ik denk, als ik in het water moet en ik word nat, dan kan ik beter straks weer aankleden. Tevreden met vandaag? Ja, absoluut. Ja, leuk om al die, die hondjes en blije baasjes te zien. En, ja, de watertemperatuur is nog niet helemaal wat ik zou wensen als ik ging zwemmen, maar... Dus een topdag vandaag. Een superdag. En we hebben ook nog eens een keer goed weer, geen regen. Super. De honden hebben naar hun zin. De honden hebben het absoluut naar hun zin, hebben gelast in de kou. Volgens mij hebben heel veel honden het naar hun zin vandaag hier. Ja, zeker. Je ziet ook allemaal dat ze lekker aan het zwemmen zijn en spelen met elkaar. Dus ze vermaken zich heerlijk.